Para moet weer het schoonste district van Suriname worden. Daarom begon op 20 september het project Para Centra moet schoon. Een initiatief van Abiserevi BV in samenwerking met districtscommissaris Marlene Joden. Directeur Maranzo Alexander en projectleider Marvin Halden hebben samen met enkele donateurs ervoor gezorgd dat dit project kan worden gerealiseerd. Door middel van een succesvolle fundraising in Nederland hebben zij de nodige grasmaaiers kunnen aanschaffen. Alexander zegt dat hij een duurzame bijdrage wil leveren aan het ontwikkelen van Suriname. Dit project is voor hem de eerste stap. Ik ben iemand, als ik wat zeg, moet ik het doen. Dus ik heb toen contact opgenomen met de DC, we hebben het besproken. Ik ben hier gekomen en ik heb uiteindelijk namens mijn bedrijf Abiserevi dus die broodskotten kunnen doneren. En op een dag werd ik wakker en toen had ik het initiatief en de inspiratie vooral gekregen van stel je voor, we kunnen hier een project van maken. En zo gezegd, zo gedaan, uitgetypt binnen pakkenweg 3 uurtjes. En uiteindelijk gepresenteerd aan het commissariaat, geaccordeerd en toen heb ik ook contact opgenomen met Marvin. Want die is Marvin Halden, die is hier natuurlijk ook heel actief. En dat hebben we dus uiteindelijk samen een project van kunnen maken. De schoonmaak wordt gedaan door medewerkers van het commissariaat die ook hebben bemiddeld voor het contact met lokale ondernemers. De organisatie zet er vooral mee waarom het schoonhouden zo moeizaam gaat en welke maatregelen getroffen kunnen worden om het district schoon te kunnen houden. Halden zegt dat de samenwerking met het commissariaat vrij vlot verlopen is. Van ons kant uit hebben we het werk goed gedaan, maar natuurlijk is het ook in de communicatie met het team. Weet je, wij kijken vanuit andere ogen ernaartoe. We moesten ook met ze samen gaan zitten van oké, wat zijn de knelpunten, wat zijn de uitdagingen. We hebben gezien de afgelopen dagen ging het veel vlotter. De planning is om het project tot en met zondag uit te voeren, behalve als de werkzaamheden eerder worden afgerond.